Ines Cortanus, met welk doel kwam jij vandaag naar Groesbeek toe met jouw ploeg? Om in ieder geval een punt te pakken en het liefst nog wat meer. En als je de start zag, dan vond ik ook dat we zeker het eerste deel prima partij boden. Alleen we komen op een heel lullig moment eigenlijk 1-0 achter. Uit een mogelijkheid wat eigenlijk niet eens een kans is. Met Achilles een mogelijkheid heel goed. En dan komen we na 11 minuten op 1-0. Wat was jouw strijdplan in het begin van deze wedstrijd? Nou, ik had ze verteld om druk naar voren te zetten. Dus niet te veel in de 16 meter te komen, gewoon druk op middenveld houden. Nou, ik vond dat we het eerste deel prima deden. Alleen dan kom je op een klote manier eigenlijk op 1-0 achter. Met welk gevoel ging jij de rust in? Nou, op zich baalde ik wel dat een van onze gevaarlijkste aanvallers er eigenlijk dan een helft af moest. Die zorgde toch wel met zijn snelheid voor behoorlijk wat dreiging. En ja, daardoor word je wat kwetsbaarder en moet je strijdplan aanpassen. En dan krijg je vlak na rust krijgen we de mogelijkheid op 1-1. Want ik vond dat Achille ons vlak voor rust een aantal keren heeft laten leven. En dat is het moment om de wedstrijd nog te doen kantelen. Alleen op het moment dat je die niet benut, ja, dan weet je ook dat het een lastig verhaal wordt. Heb je het gevoel als dat 1-1 was geworden dat je nog resultaten hier had kunnen halen? Ja, kijk, dan gaan de jongens er ook weer in geloven dat er hier wat te halen valt. En in plaats van 1-1 wordt het 2-0. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Wat zegt een uitslag van 4-0 bij Achilles Vliezen over hoe Sneek ervoor staat zo aan het begin van de competitie? Nou, ik heb de jongens verteld dat wij bevlagen best aardig mee konden voetballen. Maar de manier waarop wij de goals tegenkrijgen, daar ben ik absoluut niet blij mee. Wat gaat er nog niet goed dan? Nou, als je kijkt dat er 3 momenten zijn dat wij zelf de bal hebben en dat Achilles daarvan profiteert, ja, dan doe je dat niet goed. Dan neem je te veel risico's. Waar ben je wel tevreden over, ondanks dat je met 4-0 verliest? Nou, ik vond dat we bevlagen Achilles gewoon goed partij konden bieden en hun aardig op eigen helft houden. Waardoor we het verdedigend niet al te moeilijk hadden. Tweede helft was het na de 2-0 zeker een gelopen koers. Topklasse, dat is een belangrijk woord dit jaar in de hoofdklasse natuurlijk. Want er moet kwalificatie gespeeld worden voor de topklasse. In hoeverre speelt dat voor jullie? Nou, laten wij ons eerst maar veilig spelen en dan kijken we dan wel weer. Ja, serieus? Ja, ik bedoel, je kan van alles willen, maar je moet zorgen dat je eerst punten pakt. En op het moment dat je dat doet, dan kun je naar boven kijken. Dus we moeten eerst zorgen dat we een hele moeilijke serie met Achilles, Bikwik en HC en WKE. Dus we moeten eerst maar zorgen dat we die goed doorkomen en punten pakken. Wat moet er volgende week beter? Nou, de goals niet weggeven, zelf op een goede moment toeslaan. Oké, dankjewel. Erik, wat was jouw strijdplan voorafgaand aan deze wedstrijd? Nou ja, goed, het strijdplan was voor ons wel duidelijk. Wij willen graag toch hier op de heikant iedere tegenstander proberen af te jagen op een goede, positieve manier. Druk leggen op de achterste lijn. En ik moet zeggen dat we daar vanaf minuut 1 redelijk in geslaagd zijn. Sneek kwam toch aardig uit de startblokken. Maar goed, de eerste beste aanval van ons was gelijk een doelpunt. En dat is lekker. Ja, dat zit wel een beetje in ons spel. Hè? Wij kunnen natuurlijk toch op een of andere manier het geduld bewaren om het goede moment te pakken om de aanval te zoeken. En dat deden we dus vandaag eigenlijk 100% goed. Hoe komt het dan dat je voor rust toch niet verder afstand neemt van Sneek? Ja, nou goed, Sneek maakte zeker op mij de eerste helft een goede indruk. En wij kregen eigenlijk pas in de eindfase van voor de rust eigenlijk de mogelijkheden om 2-0 te maken. Nou, dat doe je niet, ja, dan weet je toch dat het een wedstrijd blijft. En dat bleek ook net na rust. Ja, wij hebben zelfs de aftrap. En Gades raakt de bal kwijt. En binnen 10 seconden moet Bart van der Beek in de korte hoek een redding brengen. En gelukkig deed hij dat heel alert. Uiteindelijk komt het verschil duidelijk op het scorebord te staan met 4-0. Wat is het verschil tussen Achilles en Sneek vandaag? Nou, dat is toch wel een kwaliteitsverschil. Ik moet zeggen dat wij ook mede door de wissels natuurlijk in ieder geval deze wedstrijd ook makkelijk naar onze hand konden zetten. En uiteindelijk wordt het 4-0, maar voor hetzelfde geld wordt het nog 5-6. Je hebt het al over wissels. Een luxe positie volgens mij als trainer, want je hebt genoeg mogelijkheden om te wisselen. Ja, nou goed, de groep is fit. Twan Smits hopelijk dat hij binnen een aantal weken ook aanschuift. Ja, dan hebben we een fitte groep. En je weet, als we een fitte groep hebben, dan zijn we gewoon heel breed. En dan kunnen we door middel van wissels kunnen wij nog een wedstrijd doen kantelen. En ja, dat is toch de bedoeling in het niveau waarop wij voetballen. Het gaat natuurlijk niet altijd even makkelijk. En dan kun je door middel van een wissel de poppetjes op een iets andere plek zetten. En dan kunnen we de wedstrijd naar onze hand zetten. En ja, ik denk als we dat gewoon de komende weken vol kunnen houden, dan zijn wij denk ik moeilijk te kloppen. Vind je dat Achilles vandaag dominant genoeg is geweest in een thuiswedstrijd? Nou, ik moet zeggen voor
voor een eerste wedstrijd van de competitie wel. Ik zit nu 8 jaar hier. Want dit was pas de 2e keer dat wij de eerste wedstrijd van het seizoen winnen. Nou, dan denk ik toch dat het met Achilles in ieder geval de start goed is. Dus ik verwacht in ieder geval wel dat wij de komende weken daarin ook een goed vervolg gaan kunnen geven. Hoe belangrijk is dat nou om die eerste wedstrijd te winnen? Ja, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, je hebt nu 3 punten en van daaruit ga je gewoon weer verder werken aan de mogelijkheden om iedere week 3 punten binnen te halen. En dat is volgende week alweer uit bij Juliana, wat voor ons een hele lastige tegenstander is. Wat als je wint met 4-0, op welke punten kun je nog kritisch zijn over het spel vandaag bijvoorbeeld? Nou, ja goed, kritisch. Als je thuis met 4-0 wint, dan ben ik een tevreden man. Alleen misschien de concentratiegebrek net naar rust. Nou goed, dat weet je. Ik moet zeggen dat wij over het algemeen vandaag toch goed geconcentreerd verdedigd hebben. Daarin weinig hebben weggegeven. En ik denk dat dat een compliment waard is voor de komende weken. Want als wij de 0 houden, dan denk ik dat wij veel wedstrijden gaan winnen.